In het jaar 1983 tot 1985 vond er een videogamecrisis plaats door de overvloed aan videogames, dat bijna resulteerde in het verlies van de videogame-industrie. Maar voordat we verder gaan, wat was die zogenaamde crash en wat heeft het te maken met de game-industrie van vandaag? In 1972 kwam de eerste home console uit, de Magnavox Odyssey. Het was een standaard home console, niets speciaals. Je moest er alleen een soort van plastic poster op je tv plakken dat het beeld moest simuleren. Er werden nog steeds in arcades gespeeld. Dat waren gebouwen met allemaal gamecomputers erin. Er was een bedrijf die geïnteresseerd was in het maken van die arcadespellen. De gouden tijd van videogames kwam op gang. Ze maakten beroemde arcade games zoals Donkey Kong en Popeye. Dit bedrijf was natuurlijk Nintendo. Ondertussen in 1977 kwam er een breakthrough in de game-industrie. De Atari 2600. Dit was een revolutionair. Het was gebaseerd rond 8-bit, maar het was niet helemaal 8-bit. Het was het eerste spelcomputer die echt succesvol was. Je had verschillende cartridges, dat waren kaarten met spelletjes erop, die verschillende games konden spelen. In kleur. De games waren meestal heel simpel, omdat de games maar 128 bytes aan geheugen hadden. Het programmeren van een game was extreem moeilijk en er waren maar 50 mensen op de hele aarde die de kennis en de tijd hadden om dit te kunnen programmeren. De Atari 2600 was bedoeld om arcadespellen thuis te kunnen spelen. Het bekendste arcadespel, Pac-Man, werd ook naar de Atari gebracht. Atari had 10 miljoen huiscomputers in Amerika en maakte 12 miljoen kopieën voor de game. Dit deden ze uit hoop dat er meer mensen de Atari 2600 gingen kopen, alleen al om Pac-Man thuis te kunnen spelen. Dit is hoe Pac-Man voor de arcade eruit zag. En dit is hoe het eruit zag op de 2600. Pac-Man was één grote teleurstelling en ze hadden maar 7 miljoen van de 12 miljoen kunnen verkopen. Ze hebben dus redelijk wat verlies gemaakt met het maken van de game. Dit was alleen nog niet het ergste. De game developer Howard Scott Warshaw, bekend van Yars Revenge en Raiders of the Lost Ark, kreeg een telefoontje van de leidinggevende van Atari. Er werd gevraagd of hij een IT game wilde maken en programmeren. Hij ging akkoord alleen met twee uitdagingen. 1. Het moest binnen 5 weken af zijn. En 2, het moest te maken hebben met de film. Vroeger was het programmeren van games heel erg moeilijk en het duurde dus heel erg lang. Howard was continu bezig met zijn werk en na 5 weken was het eindelijk af. Hij had alleen geen tijd om het na te kijken, want het moest snel opgestuurd worden, want kerst kwam er bijna aan en er moesten alle spellen al in de winkel liggen. E.T. werd een enorm succes en er werden meer dan 1 miljoen kopieën voor verkocht. Alleen mensen werden teleurgesteld met de game en ze brachten de games terug. Omdat de game snel af moest zijn, had Howard geen tijd om de game na te kijken en kon hij de glitches niet zien. De prijs daalde en de gameverkopers kwamen met heel veel spellen te zitten. Atari verloor 500 miljoen dollar en de videogamemarkt ging van een waarde van 3,2 miljard naar 100.000. Atari moest 8000 van de 10.000 medewerkers ontslaan, waaronder Howard. E.T. was niet de enige game die zorgde voor de crash. In midden 1983 lanceerde Nintendo de Famicom in Japan. De Famicom was een familiecomputer en werd een groot succes. Omdat er na de crash haast geen videogameproducenten waren, had Nintendo geen concurrentie en besloot internationaal te gaan. In oktober 1985 kwam de NES op de Amerikaanse markt en weer werd het een groot succes. Met titels zoals Super Mario Bros., Tetris en The Legend of Zelda kregen ze het vertrouwen van de consument weer terug en redden daarmee de videogame geschiedenis.